Wat is probiotica, waar is het goed voor en in welke voeding zit het? Wat is probiotica en wat doet het in ons lichaam? Probiotica zijn levende micro-organismen, vaak aangeduid als goede bacteriën, die, wanneer in de juiste hoeveelheden ingenomen, gunstig zijn voor onze gezondheid. Ze ondersteunen een gezonde darmflora en spelen een cruciale rol in onze spijsvertering en ons immuunsysteem. De vraag naar de beste probiotica is niet eenduidig. De effectiviteit hangt vaak af van de individuele behoeften van een persoon en de specifieke stammen die in het product aanwezig zijn. De gezondheidsvoordelen van probiotica zijn uitgebreid. Ze bevorderen een goede spijsvertering, versterken het immuunsysteem, helpen bij bepaalde huidcondities en kunnen zelfs onze mentale gezondheid beïnvloeden. Dan hebben we prebiotica. Dit zijn voedingsstoffen die probiotica voeden. Terwijl probiotica levende bacteriën zijn, zijn prebiotica de voedingvezels die deze goede bacteriën helpen groeien. Ze werken hand in hand voor een gezonde darm. In welke voeding zitten probiotica? Denk aan yoghurt, zuurkool, kimchi, miso en andere gefermenteerde voedingsmiddelen. Waar kan je probiotica kopen? Apotheken, gezondheidswinkels en tegenwoordig zelfs in veel supermarkten. Bij het kopen, let op de soorten bacteriestammen die het bevat, de houdbaarheidsdatum en of er prebiotica of andere toevoegingen in zitten. Conclusie: probiotica zijn essentieel voor ons welzijn. Het kiezen van het juiste supplement en het opnemen van probiotisch rijke voeding in je dieet kan je algehele gezondheid een flinke boost geven.